De Bourgondiërs begonnen een politiek van centralisatie in de Nederlandse gewesten en die werd voortgezet door de Habsburgers, die er bovendien ook nog godsdienstvervolgingen bij gingen doen. Ja, en dat alles leidt tot steeds meer onvrede in die Nederlandse gewesten en dat leidt ook tot het begin van de Nederlandse opstand. Ja, en om te zien hoe die opstand precies begint, gaan we naar het jaar 1566, de maand is april, wanneer er een uh, grote groep Nederlandse edelen naar het uh, paleis van de Landvoogdes in Brussel trekt om daar uh, te vragen of die kettervervolgingen, we zagen die afbeelding zien we links staan, die zagen we in de vorige video ook al in het groot, of die alsjeblieft wat gematigd kunnen worden. Nou, de Landvoogdes die daar zit namens Philips II, want die is terug naar Spanje vertrokken. Die belooft dan om uh, tijdelijk minder kettervervolgingen te doen, hè. ik zal dus wat matigen, totdat we een definitief antwoord uit Madrid van Philips II hebben gekregen. Nee, en die belofte die leidt er eigenlijk toe dat in de zomer van 1566 de protestanten, want die worden namelijk vervolgd, dat die steeds meer bovengronds beginnen te komen, dat die steeds meer durven. En dat leidt uiteindelijk tot de zogenaamde beeldenstorm. Die in Vlaanderen begint, hier in het zuidwesten op deze kaart, en uiteindelijk helemaal door de Nederlanden heen zal trekken. En die Beeldenstorm is een periode waarin Calvinisten heel veel katholieke kerken en kloosters zuiveren van beelden, altaren, schilderijen en dergelijke. En dat is omdat ze het, dat zagen we ook in de vorige video, in de ogen van Luther en Calvijn was dat allemaal niet nodig, al die beelden en die altaren en dergelijke. En ja, zuiveren klinkt dan heel mooi, maar het waren vaak ook gewoon een stel protestantse hooligans die rondtrokken en die dat ook de boel gewoon kort en klein sloeken. Nou, je kunt je voorstellen dat die katholieke koning Philips II dat daar niet blij mee is en die stuurt dan ook de hertog van Alva naar de Nederlanden om de rust terug te brengen. En die hertog, ja, je ziet hem hier staan, hij kijkt al streng uit zijn ogen, hij heeft de bijnaam de IJzeren Hertog. Dat is iemand, daar wil je geen ruzie mee hebben, die treedt dan ook heel streng op. En wat doet hij dan? Nou, twee van de belangrijkste maatregelen zijn dat hij die beeldenstormers heel hard gaat straffen. Iedereen die eraan deel heeft genomen of, of die de bevolking misschien wel op heeft gehuurd of niet heeft tegengewerkt zelfs ook. Ja, die wordt dus vervolgd en, en hier zien we dan de terechtstelling van de graven van Egmond en Hoornen. Uh, twee hoge Nederlandse edelen, twee katholieke edelen ook trouwens, die door uh, Alva verantwoordelijk worden gehouden, medeverantwoordelijk worden gehouden voor die beeldenstorm. En uh, ja, we zien ook dat hij allerlei nieuwe centrale belastingen in gaat voeren... zoals bijvoorbeeld de Tiende Penning. Ja, dat zijn twee dingen waarvan de Nederlanders zoiets hebben van... dat hoeft echt niet dat dit nu gebeurt. En dat leidt uiteindelijk tot een opstand tegen het Spaanse gezag. En de leider van die opstand, dat wordt Willem van Oranje. He, een van de hoogste edelen, een van de rijkste edelen ook uit uh, de Nederlanden. En samen met zijn broers uh, Lodewijk Adel van Hendrik... zoals we hier ook in het stripverhaaltje zien... Uh, gaat hij terugvechten? Hè. Hij vlucht zelf weg uit de Nederlanden, anders zou hij ook met Egmond en Hoornen misschien al wel uh, terechtgesteld zijn. Hij vlucht naar Duitse gebieden en vanuit Duitse gebieden, net over de grens, verzamelt hij troepen uh, en, en, en begint hij een opstand tegen dat Spaanse gezag. Ja, en daarmee, het jaar is 1568, is de Nederlandse opstand begonnen.